Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen is het vanochtend bewolkt en er trekken ook buien van Noordwest naar Zuidoost over het land. In de loop van de dag gaat het aantal buien afnemen vanuit het Zuidwesten en komt er ook geleidelijk wat meer ruimte voor de zon. Het waait behoorlijk nog uit het Noordwesten, matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6, maar in de loop van de dag gaat de wind wat afnemen. Het wordt vandaag 6 of 7 graden. Vanavond wordt het op veel plaatsen geleidelijk aan droog en is het wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden en er waait een matige aan zee, nog soms vrij krachtige wind. Dan morgen, dan ziet het weerbeeld er heel wisselvallig uit. Er is veel bewolking en dat trekt een storing van west naar oost over het land. Er valt eerst regen, maar verder landinwaarts gaat de neerslag over in natte sneeuw en op de Veluwe misschien zelfs even droge sneeuw. Na de frontpassage vallen de buien, mogelijk met onweer, hagel en natte sneeuw. Ook vrijdag en zaterdag nog kans op een aantal winterse buien. Op zondag blijft het waarschijnlijk overwegend droog. De middagtemperatuur gaat verder omlaag en ligt zondag rond of iets onder het vriespunt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl